Hoi en welkom bij deze eerste schaakpartij op mijn kanaal. Vandaag ga ik een partij schaken en ga ik jullie tijdens de partij uitleggen wat ik denk en waarom ik bepaalde zetten speel. Ook ga ik uitleggen hoe ik mijn plan voorbereid om een aanval op te zetten en hoe ik het plan van mijn tegenstander ga ontmantelen zodat hij niet gevaarlijk wordt. Ik speel een rapid partij. Dat houdt in dat elke speler 10 minuten op de klok heeft. Het kan dus max 20 minuten duren. Ik heb even een nieuw accountje aangemaakt. Op dit moment, op dit account, is mijn rating 1323. Ik zeg, laten we direct beginnen. Oké, we zijn aangekomen in de partij. Hij speelt de koningspion E4. Dus op de eerste set speelt hij de koningspion 2 naar voren. Nou, ik vind dan handig om te spelen de Scandinavische verdediging. En dat houdt in dat ik de pion, de D-pion 2 naar voren speel om een rel in het midden aan te bieden. En als hij hem pakt, dan pak ik hem terug met mijn dame. Zo te zien krijgt hij deze niet vaak voor te kiezen. Want hij denkt er lang over na. Oké, hij speelt zijn paard eruit. Dan zet ik mijn pion gewoon naar voren om zijn paard weg te jagen. Hij moet zijn paard nu verzetten, anders sla ik hem gewoon van het bord af. Hij zet zijn paard naar E2. Oké. Nou, dan ga ik gewoon verder met mijn ontwikkeling. Hij kan de pion niet slaan, want mijn dame dekt de pion nog steeds. Hij verdedigt weer zijn pion. Nou, dat is een prima zet. Maar het probleem bij deze set is dat je nu een beetje de loper de mogelijkheid om te ontwikkelen ontneemt. De loper wordt nu namelijk geblokkeerd door deze pion. Ik ga verder met mijn ontwikkeling. Zoals in de vorige video, de drie gouden regels van de opening. Speel een pion naar het midden. Dat heb ik gedaan. En ontwikkel je lichte stukken. Dus ik wil nu mijn paarden en mijn lopers ontwikkelen. En uiteindelijk wil ik mijn koning naar veiligheid brengen door te rokeren. Interessante set. Pion F4. Ik denk dat ik mijn loper hierheen ga spelen. Nu voeg ik een penning toe aan dit paard. F5. Deze loper is eigenlijk niet heel lekker neergezet. Want zoals hij zometeen H3 speelt, dan kan de loper eigenlijk geen kant meer op. Dus dan moet ik wel dit paard slaan. Maar ik zit nu even na te denken hoe ik het makkelijkst mijn loper hier kan ontwikkelen. En ik denk dat ik dat op deze manier ga doen. Ik ga mijn dame eentje vooruit spelen. Dan kan ik altijd nog langer rokeren. Ja, wat ik al dacht. Ik moet nu zijn paard slaan. Hij kan op twee manieren terugpakken. Op drie manieren, ook nog met het paard natuurlijk. En ik wil wel hier een rel aangaan. Hij duidelijk niet. Dan ga ik mijn loper ontwikkelen. Zijn koning staat nu al vrij kwetsbaar. Doordat ik een aantal schaakmogelijkheden heb. Oké. Hij wil gaan ruilen. Dat vind ik eigenlijk wel prima. Ik ga eerst lang rokeren. Vaker wordt er kort gerokeerd, omdat het iets veiliger is. Want namelijk is het nu, heeft de koning één zwakte en dat is deze pion hier. Die kan de koning niet verdedigen, dus staat hij iets zwakker. En waar je kort rokeert, dan staat de koning op G8 en dan voegt hij wel verdediging daaraan toe. Hij zet zijn dame daarheen. Ik ga hem denk ik mijn loper hierheen spelen. Als hij zijn pion naar voren speelt, dan sla ik die pion eraf. Ik was namelijk niet zo tevreden over mijn pion hier. Nu staat dit paard gebind. Hij kan nu niet verzetten, anders dan sla ik zijn dame. En ik ga mijn pion naar voren spelen hier. Ik wil zijn loper op dit moment wegjagen. Ik ben benieuwd waar hij mee gaat spelen. Zometeen zie ik al een plannetje om mijn paard hierheen te spelen. Om dat te dreigen om naar dit vak toe te gaan. En als mijn paard hier komt en hij doet er niks aan, dan val ik en zijn koning en zijn dame aan op hetzelfde moment. Hij speelt zijn loper hierheen. Wel een interessante partij dit. Dit paard staat op dit moment niet heel gunstig. Hij is namelijk niet heel veel aan het doen. Dus ik wil mijn paard meer in de partij betrekken. En dan wil ik even kijken hoe ik dat het best kan doen. Zijn koning staat nog steeds in het midden. Dat is wel redelijk kwetsbaar. Dus ik denk dat ik eerst mijn pion hierheen speel. Als hij hem slaat, dan sla ik of terug met het paard of met de toren. Oké. Ik kan nu zijn pion pakken. Pakt hij met de pion, sla ik zijn toren. Pak ik met de pion en pakt hij met de loper, pak ik met mijn paard. En dan moet hij hem weer pakken met zijn pion, anders dan verliest hij een stuk. Ik denk dat dit een fout is van hem. Ik weet het wel zeker. Oké, hij rokeert lang. Dat was een goede manier om de fout zo te minimaliseren.
In deze situatie ga ik gewoon door en pak ik nog een pion. Stak twee pionnen voor. Dus dit heeft goed uitgepakt. Ik wil op zich wel ruilen. Ik sta namelijk twee pionnen voor. En als je meer materiaal hebt in een partij, dus als je wat stukken voor staat en je begint af te ruilen, hoe minder stukken er op een gegeven moment op het bord staan, hoe groter het voordeel is dat ik meer materiaal heb. In deze situatie kan hij mijn paard slaan, maar dan pak ik hem terug met de pion. Omdat dit paard gepind staat achter de dame, hij kan hem dus niet wegspelen, want dan verliest hij zijn dame. Dit paard staat op een erg sterke positie. Hij kan niet geslagen worden door een pion. Ik ga nu zijn loper eraf slaan. Hij gaat hem waarschijnlijk terugpakken met zijn dame. En in die situatie kan ik een damerel verplichten aan hem. Ik kan namelijk de pion op d3 slaan met mijn dame. En in deze situatie val ik en de dame aan en geef ik schaak. Dus hij moet zijn koning verzetten of hij moet mijn dame slaan. En daardoor gaat sowieso de dame van het bord af. Verzet hij zijn koning, dan sla ik zijn dame. En dan zal hij hem waarschijnlijk terugpakken met zijn paard. En omdat ik nu drie pionnen voor sta, sta ik veel voor materiaal en wil ik zoveel mogelijk afruilen. Dan vergroot ik mijn kans dat ik de partij ga winnen. Hij slaat hem eraf, dus ik sla hem terug met mijn toren. Ben ik benieuwd hoe hij gaat reageren. Oké, hij slaat mijn pion. En dat vind ik eigenlijk wel prima. In deze situatie wil ik eerst zijn paard eraf slaan om nog meer stukken te ruilen. En mijn plannetje is zometeen om mijn pion eentje naar voren te spelen. En dan kan de... Oké, nou gaan we nog meer ruilen. En nu speel ik deze zet. En deze zet is erg goed omdat ik nu zijn loper insluit. Zijn loper kan mijn pion niet slaan, want dan sla ik hem terug met de pion. En in deze situatie kan hij ook niet naar dit vakje, want dan wordt hij geslagen door de koning. Dus op de volgende zet win ik, dus de loper. Nou, en hij slaat dus mijn pion om toch nog een stukje materiaal mee te krijgen. Daardoor verliest hij 2 punten in plaats van 3 punten. En deze pion is nu erg gevaarlijk, want die staat dicht bij promotie. Dus die wil ik eigenlijk zo ver mogelijk naar voren spelen. Dat ga ik ook doen. Deze toren die staat nu eigenlijk vast op de achterste rij. Gaat hij weg van deze rij, dan promoveer ik namelijk mijn pion naar een dame. En dan moet hij hem wel afruilen. Anders dan kom ik zoveel materiaal voor te staan. Ik ga hem dus onder druk zetten. Ik wil deze toren namelijk hier wegkrijgen. Zodat ik mijn pion kan promoveren. En in deze situatie geeft mijn tegenstander op. Nou, ik sta ook ruim gewonnen in deze partij. Dus ik begrijp dat hij opgeeft. Toch fijn dat ik win. Hopelijk heb je wat kunnen leren over wat ik denk tijdens de partij. En hoe ik aanvallen van mijn tegenstander zie. En hoe ik zelf een aanval opbouw. Oké, ik speelde de partij vrij goed. Ik had een nauwkeurigheid van 85,6%. Mijn tegenstander had daarentegen een nauwkeurigheid van 73,1%. Hier ging Wit een beetje de fout in. Doordat hij zijn paard pinde aan zijn dame. En dat zorgde toch voor gevaar. Ook dit was niet zo sterke zet. Zoals ik al zei, hierdoor verloor hij materiaal. En als je materiaal verliest, dan loop je op een gegeven moment achter de feiten aan. En wordt het lastig om een partij nog te winnen. Het afruilen pakte goed uit voor mij. En op een gegeven moment dreigde ik met mijn pion promoveren. En toen had mijn tegenstander het wel gezien. Hopelijk heb je wat geleerd van deze partij. Like deze video als je hem leerzaam vond. Laat het in de comments weten wat jij hebt meegenomen uit deze partij. En abonneer op mijn kanaal om meer schaakvideo's te zien en meer schaakpartijen. Super tof dat je hebt gekeken en ik zie je bij de volgende video. Laters.